Zij die gedacht hadden dat tijdens de prikkelarme kermis die door de gemeente Horen dit jaar was ingesteld, het geluidsniveau als dit zou zijn, kwam van een koude kermis thuis. Ten behoeve van mensen die slecht met prikkels om kunnen gaan, had de gemeente Horen op dinsdagmiddag tussen 1 en half 3 een zogenaamde prikkelarme kermis georganiseerd. We hebben een ronde gemaakt over de kermis en wat ons eigenlijk opviel is dat verreweg de meeste exploitanten zich er heel goed aan hielden. Tegen een paar hebben we nog even gevraagd van joh, zet je muziek nou even wat zachter, zet die lampjes nou even uit. Nou, dat deden ze dan ook meteen. Dus ja, ons is eerlijk gezegd opgevallen dat de meeste exploitanten echt daar heel goed aan hebben meegewerkt. Het is een vriendelijke verzoek geweest, maar we hebben wel aangegeven, ja, het is echt wel de bedoeling dat we hiermee dus ook mensen die niet goed tegen prikkels kunnen, gewoon de gelegenheid geven, zoveel mogelijk, om ook naar de kermis te komen. En de exploitanten hebben daar prima gehoor aan gegeven. Ik ben van mening dat we met elkaar deze prikkelarme kermis ook een prikkelarme kermis moeten laten zijn. Dus zonder geluid, of in ieder geval minimaal geluid, geen lampjes en dergelijke. En dat er moeten samen één in zijn. En dat kan ook best. Dus, ja, wat een andere collega doet, weet ik niet. Maar ik hou me lekker aan de regels. Niet iedereen kan misschien alle verlichting uitdoen. Maar waar het mogelijk is, ja, hou je eraan. En dat breng je veel plezier mee voor de doelgroep waarom het draait. Ik hoor erg veel lawaai. Dus of het nou wel goed gecommuniceerd is met de exploitanten, dat betwijfel ik. Want luister maar. Het valt me even goed nog tegen. Het zijn vooral de geluiden. Nog steeds veel te harde geluiden en veel te veel verschillend. De ene kraam hoor je dit, de andere kraam hoor je weer dat. Dat is gewoon toch nog te veel. Ik ben al jarenlang niet op de kermis geweest. Ik had nu gelezen dat dit er was. Eigenlijk voor kinderen. Maar ik dacht, nu kan ik ook eens proberen om weer eens gewoon te kijken voor de sfeer. Ik denk dat we toch voor volgend jaar dat er met elkaar in gesprek moeten met de collega's. Dat we toch echt daadwerkelijk met elkaar aan die regels houden. Dus minimaal geluid. Waar het kan, geen verlichting aan. En gebruik geen geluidjes. En waar mogelijk is, ook geen microfoon gebruiken. Zo doe ik het ook. En ja, je ziet het zelf. Iedereen die vindt het prima. En ik heb van niemand klachten. Zo moet het.